Er blijft een probleem tussen rijke landen en arme landen. Arme landen die waren voor een jaar of 15 terug, waren 30 keer zo arm als rijke landen. En dat is nu al opgelopen tot 90 keer zo arm. Of andersom gesproken, rijke landen zijn 90 keer zo rijk als arme landen. En dat gaat dus maar door. Ondanks de toenemende welvaart zie je dat probleem wordt niet opgelost. Nee, het wordt alleen maar erger. En een van de redenen is de enorme schuldenlast die arme landen hebben. Er zijn landen die 25, soms 40% van hun bruto nationaal inkomen per jaar moeten betalen aan rente en aflossing. En tegelijkertijd zie je ook dat het kapitaal via allerlei nieuwe technieken razendsnel van de ene hoek van de aarde naar de andere kan switchen. En dat is ook een van de redenen waardoor landen hun economie niet kunnen opbouwen. We hebben hier twee mensen in de studio die zich met dit probleem bezighouden. En dat is om te beginnen Shura Dikkers. Zij is van de organisatie Jubilee 2000, een samenwerkingsverband van een aantal organisaties die hun best doen om banken en overheden te bewegen schulden van arme landen kwijt te schelden. En daarnaast Hans van Heiningen van de vereniging ATTAC. Die wil eigenlijk dat flitskapitaal wat maar over de wereld zwaait aanpakken. Welkom in de studio Shura Dikkers en Hans van Heiningen. Om te beginnen bij Jubilee 2000. Pardon. Jullie zijn al een paar jaar bezig. Vorig jaar hebben jullie nog een reeks handtekeningen. Met een of ander pretschip zijn jullie naar Duitsland gegaan. En een hele berg handtekeningen aangeboden aan dus de regeringsleiders. En die hebben ook beloofd, notabene, dat er het een en ander gaat gebeuren. Wat zijn de resultaten van het vorig jaar, van de vorige eeuw? De resultaten van de vorige G7-vergadering, waar je op doet, in Keulen, zijn de volgende. Er is toegezegd om 100 miljard US dollar extra in te zetten voor kwijtschelden van de schulden van de armste landen. Deze landen moeten dan wel aan een economisch aanpassingsprogramma voldoen, of hun economie zo hervormen dat de overheidsuitgaven worden gekort, dat mensen bijvoorbeeld eigen bijdrage voor onderwijs en gezondheid moeten betalen. Er zitten heel veel angels aan. Maar het bedrag wat is toegezegd is 100 miljard US dollar. En het begint nu een beetje verspreid te worden. 100 miljard, dat is nogal wat. Hoeveel bedraagt die schuld eigenlijk? Niet zo gek als je bedenkt dat de schuld vele malen hoger is. En als je bedenkt dat binnen die 100 miljard vallen allemaal al eerder gemaakte afspraken die nooit zijn nagekomen. Binnen die 100 miljard vallen ook een deel van de schulden die landen naar andere landen rechtstreeks hebben. Bilaterale schulden heet dat. Dus niet schulden die ze via het IMF of de Wereldbank hebben opgebouwd. Dus als je dat bekijkt is 100 miljard helemaal niet zoveel. En 100 miljard is bij lange na niet genoeg om de ergste nood te ledigen. Dus eigenlijk een sigaar uit eigen doos? Een sigaar uit eigen doos zou het zijn als het allemaal van het ontwikkelingsbudget zou moeten gaan. Daar gaat de discussie ook wel een beetje over. Dat schuldkwijtschelding betaald zou moeten worden uit het budget van, in dit geval in Nederland, van minister Herfkut. Maar die 100 miljard die is toegezegd, dat moet toch echt komen uit andere middelen. Ja. Nou, het eigenaardige, je zegt al, is het dan vaak onder voorwaarden van een soort aanpassingsstrategie. Dan wordt er bezuinigd op gezondheidszorg, onderwijs, op een aantal andere investeringen. Tegelijkertijd lees je dat de Wereldbank, het IMF, maar ook het Nederlandse ministerie van Ontwikkelingssamenwerking zegt eigenlijk van bevordering van het onderwijs, dat is dus de basis voor de oplossing van het armoedeprobleem. Want begin al met die kinderen allemaal onderwijs te geven en dan hebben we alvast iets beet. En tegelijkertijd, als jullie dan gaan pleiten en anderen voor aflossing van de schulden, dan krijg je dat erbij cadeau, ondermijning van het onderwijs. Ja, dat is heel spijtig. Het is inderdaad een dubbel beleid wat daarop gevoerd wordt. Volstrekt onlogisch. Maar hebben jullie wel dus die toezegging van die 100 miljard geaccepteerd? Of was het niet beter om te zeggen, nou, schiet maar op met je concessie. We moeten die helemaal niet. Dat is een verkeerde concessie. Nou, ten eerste is Jubilee niet in de positie om dat te zeggen namens al die ontwikkelingslanden. Die zijn blij met elke schuldkwijtschelding die ze kunnen krijgen. En waar wij voor pleiten met de Jubilee-campagne is een kwijtschelding niet op basis van condities, maar gewoon te zorgen dat ontwikkelingslanden zelf beleid mogen formuleren wat ze gaan doen met dat geld. Dat daar maatschappelijke organisaties bij betrokken worden, vakbonden bij betrokken worden. Oh, jullie zeggen dus van bijvoorbeeld een bepaald land die krijgt een kwijtschelding van 50 miljoen. Maar dan zou dat land eigenlijk, of dan zou eigenlijk die 50 miljoen gebruikt worden voor de verbetering van onderwijs bijvoorbeeld. Ja, precies. Maar dat moet het land zelf uitmaken?
Ja, maar in samenspraak met maatschappelijke organisaties. En maatschappelijke organisaties hebben geen ander belang dan het belang wat wij ook hebben. Ja, ja. Maar ja, laat ik zeggen, ik zeg dus daarom ook, moet het land zelf uitmaken. Want ook in die landen zijn nou ook alle elites nou niet zo gecharmeerd met beter onderwijs en beter gezondheidszorg, hè? Nee, niet altijd. Maar als je een brede coalitie hebt van veel organisaties die zich tegenaan bemoeien in een transparant en open proces, heb ik er vertrouwen in, hebben wij er vertrouwen in dat dat wel goed gaat. Ja, ja. Oké, nou. Ja, dan gaan we nu over naar Hans van Heiningen van de vereniging ATTAC. Die zich dus, die probeert de kapitaals, het flitskapitaal aan te pakken. Welkom Hans, ATTAC betekent aanval. Dus vertel maar eens hoe jullie op het idee zijn gekomen om aan te vallen. En vertel maar eens waar je de hoop vandaan haalt dat het aanvallen helpt. In de eerste plaats wat wij aanvallen. In de jaren 80 zijn kapitaalstromen wereldwijd vrijgemaakt van politieke controle en politieke sturing. Wacht even, dat moet je even uitleggen. Ja. Kapitalen vrijgemaakt van politieke controle en sturing. Zeg maar, ik kan het ook voor niet-economen? Ja hoor, voor de jaren 80, of eigenlijk vanaf de Tweede Wereldoorlog, hadden regeringen en centrale banken, die hielden toezicht op wat er aan kapitaal het land inkwam en uitkwam en stuurden daar een beetje nou, in. Nou begrijp ik het, ja. In de jaren 80 was die sturing vanuit regeringen, dat werd een steeds groter probleem voor degene die het meeste kapitaal had in de wereld. En toen zag je dat zowel in de Verenigde Staten als in Engeland werden alle maatregelen rond toezicht en controle werden afgeschaft. Want de wereld zou er erg op vooruit gaan wanneer dat kapitaal ongestoord over de hele aardbol kon flitsen. Maar was dat nou een druk, zeg maar, van de kapitaalbezitters? En hadden ze daar ook een beetje gelijk in? Dat die regeringen en internationale lichamen daar niet meer toe in staat waren? Of was het gewoon opkomen voor de belangen van de kapitaalbezitters? Het was een fase waarin kapitaalbezitters die nationale regeringen in toenemende mate als een last begonnen te zien. Ja, ja. En vervolgens daar, zeg maar, politici mee aan hun kant hebben gekregen. En dat is het begin van het neoliberale tijdvak. Dus waarin, het begin van het neoliberale is inderdaad, ja, ik vind het wel interessant om dat te horen, ik had het ook nooit zo begrepen, dat je dus tot de jaren 80 had je eigenlijk dat in naam en in de praktijk dan ook wel dat de regeringen uiteindelijk de laatste zeggenschap hadden over een aantal economische ontwikkelingen. Ja. En dat je daar dus de jaren 80 gekregen hebt dat in feite de kapitaalbezitters uitmaken hoe het zich economisch gaat ontwikkelen. Ja, en die trekken naar dat deel van de aarde en die gaan in die sectoren zitten die het meest rendabel zijn. En op dit moment is dat in feite speculatie en windhandel. En dat maakt dat van elke 10 gulden die de wereld rondgaat, 9 gulden 50 te maken heeft met gokken, speculatie, casino-achtige toestanden. Ja, nou zeg je gokken, speculatie, casino, en dan geef je het al een bepaald stempel mee. Hè? Ja. Laat ik eventjes advocaat voor de duivel spelen. Bolkestein schrijft in een artikel: het neoliberale concept is heilzaam voor de hele wereld. Er is geen socialer programma als neoliberale economie. Nee, dat is heel logisch vanuit de belangen die hij vertegenwoordigt. We hebben net van Shura gehoord hoe ontwikkelingslanden gerold worden. En hoe die kloof tussen arm en rijk, tussen het noorden en het zuiden steeds groter wordt. Van de andere kant zie je datzelfde hier in West-Europa. Waar staatsbedrijven geprivatiseerd worden. Waar alles richting beurs gaat. Maar waar tegelijkertijd de tegenstellingen tussen de mensen die goed zitten en de mensen die het nakijken hebben steeds groter worden. Dus het idee van het neoliberale maakt dat uiteindelijk alles goedkoper wordt en dat is dan ten gunste van de consument en daar hoort de arme consument dan ook bij. Daarvan zeg je nou, dat is een mooi verhaal voor de bühne. Ja, dat is in ieder geval iets waar we op dit moment weinig mee opschieten. Oké, maar nu waar we dan wel mee opschieten. Want nou, je hebt het dus prachtig uitgelegd, ik begrijp het zelfs. Maar wat ga je dan doen? Jullie zijn eigenlijk 10 of 20 hele enthousiaste mensen. En jullie hebben het allemaal door hoe het zit. Maar je hebt ook door hoe sterk de tegenstander is. Hoe pak je die aan? Ja. Nou, ons idee is, we zijn in feite een soort protestbeweging tegen die doorgeslagen ideologie van marktwerking en liberalisering. En wij proberen een platform te zijn, een actieplatform,
van mensen uit verschillende politieke richtingen, religieuze richtingen, die op de een of andere manier hun buik vol hebben van die doorgeschoten marktwerking en alle negatieve effecten die nou, dat heeft. Nou, dat is jullie intentie, prachtig. Ja. Maar wat geef je dan de pretentie van wij gaan iets doen wat ook helpt? Nou kijk, de vraag of wij een factor van betekenis worden of een marginaal geluid, dat zal de tijd uitwijzen. Wat wij doen, wij hebben een aantal actiepunten geformuleerd. Ja, daar ben ik nieuwsgierig naar. En daar proberen wij mensen bij te betrekken. En we zien wel hoe ver we komen. Maar goed, noem die actiepunten. Nou, in de eerste plaats de invoering van de Tobin-tax. Er zijn in 20 landen in de wereld op dit moment organisaties die onder de vlag van ATTAC opereren. En die maken zich sterk voor de invoering van de Tobin-tax. En dat houdt in een hele kleine belastingheffing op financiële transacties. Dan kun je denken aan 0,1% of 0,5% op elke financiële transactie die in de wereld plaatsvindt. En dat levert een gigantische hoeveelheid geld op. En als we dat voor elkaar krijgen, zal dat misschien een eerste remmetje zijn op die speculatiestromen die op dit moment de mondiale economie bepalen. Dus eigenlijk is dat dus de oude politiek van de duivel uitdrijven met Beelzebub. Gebruik maken van eigenlijk van een negatieve ontwikkeling, van die toename van speculatie, waar dan de speculanten, waar had je het, 0,5% geloof ik maar, of 0,1% maar. Ja. Nou, die lijden daar niet onder, maar het is een gigantisch bedrag. En dat willen jullie dan vervolgens gebruiken voor, noem maar gezondheidszorg, onderwijs, voedsel. Ja, en het verhaal van schuldenlast. Nou, dan hebben we nog een paar punten van. Maar hoe ver is het daarmee? Ik bedoel, het idee is gelanceerd. Ja. Zijn er maatschappelijke organisaties, jullie zeggen in opereren in 20 landen, dus het is al een internationale beweging. Zijn er maatschappelijke organisaties als bijvoorbeeld kerken, vakbonden en anderen die zeggen, heel goed idee, daar willen wij ook jullie mee helpen? Nou, wij werken met, we zijn een vereniging, dat betekent dat we individuele leden werven. Want als je gaat werken met het binnenhalen van politieke partijen, maatschappelijke organisaties, dan krijg je gelijk dat mensen gebonden zijn aan hun partij. Wij werken anders. Wij zeggen van prachtig als mensen een heel netwerk hebben of een partij achter zich hebben met 10.000 mensen. Maar in eerste instantie vragen wij aan individuele mensen van wil je lid worden maar, van de vereniging. Maar jullie verhaal over die Tobin-tax, wordt dat door die maatschappelijke organisatie die ik net noemde serieus genomen? Luisteren naar, zeggen ze, goh, dat is een goed idee, of zeggen ze, nou ja, goed. Nou, wij bestaan pas een maand of zes, mm-hmm. korter nog. In die tussentijd, of in de tijd dat we bestaan, zijn meer dan 150 mensen lid geworden. Daar zitten nogal wat mensen tussen die op positie zitten in de maatschappij. Die maken dat verhaal over die Tobin-tax verder uitgewerkt gaat worden. En in die zin gaan wij op korte termijn met Kamerleden aan het werk. Schrijven we stukken in de krant. Proberen we mensen van de vakbond daarbij te betrekken. En in die zin een eerste tegen. Ja. Nee, oké. Okay. Nou, voor ik ga nog even naar Shura, maar nog één ding. Internationaal, in andere landen bestaat het al langer. Hè? Het is in Frankrijk begonnen, geloof ik, 2 jaar geleden. Wat hebben die in die 2 jaar bereikt? Nou, met name in Brazilië en in Canada zijn er groepen ingeslaagd om het punt van die Tobin-tax binnen het parlement te bespreken. Een meerderheid van parlementariërs die de regering verzocht heeft om internationaal zich sterk te maken voor een dergelijke wetgeving. En in die zin is het zaak om zowel in Europa als daarbuiten een front te vormen van groepen die dat handen en voeten gaan geven. Oké, okay, het balletje gaat rollen. Nou, dan gaan we even naar Shura Dikkers van Jubilee 2000, die dus probeert overheid en banken te bewegen om schulden van arme landen vrij te stellen. Dan kom ik eigenlijk bij diezelfde vraag die ik aan Hans van Heiningen stel. Waarom denk je dat die banken in godsnaam naar jou zouden luisteren? Of naar die hele organisatie? Die hebben toch eigenlijk gewoon lak aan jullie? De banken hebben waarschijnlijk lak aan ons, tenminste in dit stadium, omdat wij ons ook niet op de banken richten. We richten ons op de overheidsbanken. Maar die hebben toch ook lak aan jullie? Deze paarse overheid? Nee, absoluut niet. We zijn inmiddels erin geslaagd om Jubilee steeds meer onder de aandacht te brengen van politici. In de afgelopen bespreking van de najaarsnota, afgelopen, moet ik het goed zeggen, oktober, november, hebben heel veel politieke partijen, wij zijn op aangedrongen om geld
van de meevallers te reserveren voor kwijtschelding van schulden van de bij Nederland uitstaande schulden, zoals Jubilee ze voorstelt. Ja, ja. Ja, want ik las ook ergens in de krant dat Evelien Herfkens, die heeft dus 80 miljoen vrijgescholden. Maar er stond ook meteen bij dat zij het enige land was van die dat had gedaan. Dat is die belofte waar je het net over had, over die 100 miljard. Nou, dat is die niet helemaal vertel eens hoe het zit. Amerika, Canada, Engeland en Noorwegen zijn al overgegaan tot de afspraken zoals die gemaakt zijn bij de G7. Noorwegen had daar niet zo heel erg veel mee te maken omdat hij geen lid is van de G7. Maar die hebben al hun schulden kwijtgescholden. Die landen hadden uitstaan bij een deel daarvan. Ja. Het loopt beter als dat er in de krant stond. Je zegt, alle politieke partijen hebben daarbij op aangedrongen, van links tot en met rechts? Ja, ze hebben in ieder geval allemaal het handvest ondertekend. Toen wij daar vorig jaar mei met Radio 1 Journaal langs alle politieke partijen gingen, was er niet één die echt aarzelde. Hmm. Ze wilden allemaal wel meedoen. En er zijn nu er in de Kamer harde afspraken gemaakt moeten worden, dus vooral PvdA en GroenLinks die zich daarvoor inzetten. Ja, ja, want hoeveel schulden heeft de Nederlandse overheid en de Nederlandse banken, of kunnen ze schulden opvragen? 3,5 miljard. Dat 3,5 miljard, dat is eigenlijk niet zoveel, hè? Nee, precies, zeker gezien de gigantische... Maar dan is die 80 miljoen van Evelien Herfkens toch ook niks? Nee, dat is maar één deel van de schulden. Het gaat over hulpschulden, dan heb je nog een ander type schuld. Dat zijn exportkredietverzekeringen, dat is een beetje een ingewikkeld verhaal. Maar daar is het bedrag vele malen hoger van. En daar wordt een beetje over gesteggeld uit welk potje dat moet komen. Nou ja, maar aan die 3,5 miljard, daar komen we nog lang niet aan toe, zeker, hè? Nou, dat lijkt me juist zaak dat we daar heel snel aan toe komen. Ja, ja, nee, maar jij spreekt een hoop uit en ik spreek uit een verwachting. Ja, nee, maar... Maar jij denkt dat die 3,5 miljard dat je met actievoeren binnen, nou, laat ik zeggen, 3 jaar, binnen tot 2002, dan zit dat paarse voorlopig er nog, krijg je dat voor elkaar? Ja, dat krijgen we voor elkaar. Ja, dat is hartstikke goed, zeg. Hoe doen jullie dat dan? Want jullie hebben daar vorig jaar die handtekening gedaan en dit jaar ben je, geloof ik, bezig met een campagne. Een kwartje voor kok. Ik moest er nog aan denken toen er weer een discussie was in de Tweede Kamer dat benzinekwartje teruggedraaid werd. Ik denk, nou, dat komt dan. Moet dat kwartje worden voor jou dan? Ja, kwartje is een symbolisch bedrag. We vragen mensen een kwartje op een kaart te plakken en die kaart sturen we naar kok. Met een kwartje als symbolische bijdrage voor het Nederlandse schuldenbeleid. Kwartje kan symbolisch, want we hebben inmiddels geld genoeg in Nederland om die schulden kwijt te schelden. Het is een kwestie van politieke wil. Nou ja, we hebben geld genoeg, maar dat krijg je natuurlijk straks. Elke groep, noem maar onderwijs, maatschappelijke organisaties, gezondheidszorg, maar ook de allochtonen. Iedereen heeft wel enig idee over die pot van hoeveel is het? 12 miljard wat we hebben. En jullie hebben er ook een idee over. Wij hebben daar ook een idee over. En het idee wat wij daarover hebben komt voort uit het feit dat we dat soort dingen moeten delen. Dat we niet alleen in Nederland moeten besteden, maar dat we ook verder moeten kijken en ook onze verantwoordelijkheid moeten nemen. Dus ook de schulden van de ontwikkelingslanden. Dat meedoen aan die actie van jullie, hè? Een kwartje naar kok sturen, een symbolisch bedrag om aan te moedigen, om dat dus te verduizendvoudigen, dat kwartje, misschien wel te vermiljoenen. Waar kunnen mensen dan terecht bij jullie? Ze kunnen terecht bij Oikos, die voert het landelijk secretariaat van de campagne. Dat is in... En Oikos is een kerkelijke organisatie. Precies. Ja, maar kan bijvoorbeeld, als mensen dat horen, denken van, nou, ik ga bij elke kerk in Amsterdam, kan ik, die weten het adres van Oikos wel? Ja, die weten vast het adres van Oikos wel, en anders staat het wel in de gids, ze zit in Utrecht. Oh, Oikos zit in Utrecht en dat is ook een samenwerkingsverband van veelal gereformeerde protestantse kerken. Ik zit verder niet bij Oikos. Alles? Ik zou niet precies alles weten wat. Nou, oké, dus als je bij een plaatselijke kerk vraagt naar Oikos, dan weten ze dat wel. En dan kan je informatiemateriaal aanvragen. En wie weet kan je meedoen met een kwartje voor kok. Nou, bij Attac nog eventjes. Hoe kunnen mensen zich bij jullie aanmelden? En dan kunnen we nog even vragen wat jullie aan elkaar hebben. Dat is goed. Wij hebben ons secretariaat op de Keizersgracht 132. En ons telefoonnummer? Ja, doe maar. Ja. 020-627-9661. Oké. En een laatste vraag. Wat hebben jullie aan elkaar? Eerst Hans van Heiningen. Wat heb je eraan dat er ook nog een organisatie is die opkomt voor het kwijtschenden van de schulden? In feite zitten we wat mij betreft dicht tegen elkaar aan. Kijk, er is gewoon van alles mis in de wereld.
En als je het van in een breder verband ziet, hè, niet Nederland, wat toch dicht in de buurt komt van de topgroep van landen waar het relatief aardig gaat. Maar als je het op wereldschaal ziet, dan zie je dat die tegenstellingen tussen arm en rijk groeien. Dat een groot deel van de mensen en de regeringen aan de bovenkant de schaamte voorbij zijn en dat volstrekt normaal vinden. En wij vinden dat punt 1, degene die hier in het noorden aan het kortste eind trekken, terug moeten vechten. En dat geld en kapitaal in dienst moet staan van mensen en niet omgekeerd. Okay. En van daaruit kom ik bij Jubilee van de manier waarop wij de derde wereldlanden nog steeds in een ondergeschoven positie laten zitten en dat niet serieus nemen. En via die schuldenlast diezelfde landen uitmelken. Dat is schandalig. Ja. Dat moet afgelopen zijn. Oké, nou, ik denk dat de laatste woorden zou je het wel mee eens zijn, Sjoerd Dikkers. Absoluut. Wat heb je eraan dat er ook attack bestaat? Veel. Buiten het gebruik kunnen maken van elkaars netwerk, elkaar kunnen informeren, is het ook zaak dat wij zorgen dat de scholen worden kwijtgescholden en het attack zorgt dat ze niet meer komen. Oké, attack zorgt dat ze niet meer komen, dus die maakt jou werkeloos, maar dan is er nog wel weer iets anders te doen. Hans van Heiningen van attack en Sjoerd Dikker van Jubilee 2000, hartelijk dank voor jullie komst naar de studio en succes met jullie werk. Dankjewel. Dankjewel. Hoeft niet hoor, per se.